prestatie van Aswini Edenburg en de motivatie houdt de samenleving bezig. De regering wil domeingrond verkopen aan vreemde mogendheden. En Jennifer van Dijk-Silos verwacht dat de spanningen tussen de regeringspartijen VHP en ABOP zullen toenemen. Goeiedag, dit is Regionieuws TV Suriname van 30 mei 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. De arrestatie van mensenrechtenactiviste Regita Edenburg, beter bekend als Aswini, houdt de Surinaamse samenleving zowel in het achterland als het noorden bezig. De activiste werd zondag door een zwaar bewapende eenheid van de politie gearresteerd bij haar woning in een buitenwijk van Paramaribo. Haar verblijfsvergunning zou een dag later zijn ingetrokken. Er zou volgens een bericht van het korps politie aangifte tegen haar zijn gedaan van diefstal, diefstal in vereniging, medeplichtigheid aan diefstal en bedreiging. De aangifte was gedaan op maandag 22 mei, schrijft Dagblad Suriname. De diefstal en bedreiging zouden zijn gepleegd toen Aswini illegaal goudzoekers sommeerde het district te verlaten. Maar dat gebeurde op 25 mei, 3 dagen na de aangifte. Er zijn dus ook weinigen die de beschuldigingen geloven. De goudzoekers worden overigens ongemoeid gelaten door de overheid. De aanhouding is volgens velen bedoeld om haar de mond te snoeren. Dat is volgens Edward Neus van het Volkstribunaal een intimidatiemethode die veelvuldig wordt gebruikt door het kabinet Santokki. Critici worden opgepakt op vage beschuldigingen en worden na enkele dagen vrijgelaten zonder onderzoek of proces. Er is ook veel wrevel over de aanpak van de regering van de cyanidecrisis in Brokopondo. De regering ontkent nog steeds dat het water in het Sluwmeer door cyanidevervuiling onbruikbaar is geworden voor huishoudelijk gebruik. En nog steeds weet officieel niemand wie toestemming gaf voor de bouw van een supermarkt en een pompstation naast het meer. Maar het Dagblad De West wist de hand te leggen op een brief van het ministerie van Openbare Werken en daarin wordt toestemming gegeven voor de bouw. Alle bouwtekeningen zijn goedgekeurd door het ministerie, staat in de brief. De regering wil domeingrond verkopen aan vreemde mogendheden, schrijft Star News. Dit is opgenomen in een concept staatsbesluit. Dat betekent dat de volksvertegenwoordiging zich hierover niet zal uitspreken. De regering zou een stuk grond op de hoek van de Jagannath Lachmanstraat en de Albertlaan aan India willen overdragen. De grond ligt pal tegenover het partijcentrum van de VHP. De overdracht zou moeten plaatsvinden tijdens het bezoek van de Indiase president Droupadi Murmu. De regering wil domeingrond verkopen aan andere landen om diplomatieke relaties te bevorderen. In het ontwerp staatsbesluit is niet aangegeven wat de maximale grootte mag zijn van de grond die de regering wil verkopen aan een vreemde mogendheid. Jennifer van Dijk-Silos, juriste en gewezen minister van Justitie en Politie in Suriname, verwacht dat de spanningen tussen de regeringspartijen VHP en ABOP zullen toenemen. Ze hecht geen waarde aan de belofte van vicepresident Ronnie Brunswijk. Die zei onlangs dat hij niet meer via de media zal klagen over de gang van zaken in de coalitie. Brunswijk heeft zich nog nooit aan een belofte gehouden, stelt zij in het radioprogramma Bacana Tori. Bovendien is het voor haar duidelijk dat de twee partijleiders elkaar niet vertrouwen en ook onbetrouwbaar jegens elkaar handelen. Van Dijk-Silos vindt dat de coalitie gevormd had moeten worden door de twee partijen met de meeste zetels, namelijk VHP en NDP. Dat zou veel meer de wens van de kiezer reflecteren. Ze verwijst als voorbeeld naar Nederland. 1 of 2 keren was Rutte verplicht om te praten met de Partij van de Arbeid, zegt zij. Het respect voor de uitslag van de verkiezingen maakt dat de twee die opposanten van elkaar zijn gaan praten. Wiens Asani Bos. En tot zover, Regionieuws TV Suriname. Dagelijks op de hoogte blijven, downloaden onze app en nieuws melden, dat kan naar suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube, vergeet u dan niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.